In 1950 vertrokken vier avonturiers voor een tocht van meer dan 12.000 kilometer. Van Brussel naar Leopoldville in toenmalig Belgisch Congo en terug. Niet in een gespierde terreinwagen, maar in een eenvoudige Volkswagen Kever. Een van de vier avontuurlijke zielen was de onlangs overleden Brusselse Formule 1-rijder Jacques Swaters. L'idée était d'abord de montrer la robustesse des voitures et ensuite de faire un beau voyage, évidemment. Je pense qu'il avait un peu l'aventure dans le sang aussi. Et voilà, de tester sur ce parcours incroyable la qualité des voitures. Et la coccinelle a bien résisté? Toutes les deux ont résisté magnifiquement. Je pense of je in de woestijn gebruikt of Antarctica, altijd goed. Onverslijdbaar, overal. De Love Bugs Parade is na 3 jaar uitgegroeid tot een vaste waarde. Een honderdtal keverliefhebbers troept samen aan het jubelpark. Ze prediken collectief de passie voor het kleine wagentje. En dat lokt heel wat kijklustigen. De VB-kever laat niemand onberoerd. In het verleden is dat gekomen met de film Herbie natuurlijk, denk ik. En de uitstraling van die wagen spreekt voor zich natuurlijk. Hè. Ik kan er eens langsrijden bijvoorbeeld en natuurlijk de mensen direct kijken en kinderen op straat beginnen te wuiven en zo. Pure uitstraling van de wagen. Het geluid eigenlijk is ook al prachtig om ermee te rijden. Son petit look familial et rigolo a fait qu'elle a traversé les décennies. Is het een betrouwbare wagen? Absoluut, absoluut. Het mooiste bewijs was van de morgen. Hij heeft nu 4 maanden stilgestaan. De garage 2 keer pompen op de gaspedaal en die wagen schiet in gang. Dus zeer betrouwbaar. De keverkolonne vertrekt dan ook met een gerust gemoed voor een ritje op de Brusselse boulevards.